De Dorpsstraat in Zoeterwoude krijgt de komende jaren een metamorfose. Om dit te realiseren ligt er een grote bouwplaats in het hartje van het dorp. We vroegen de projectontwikkelaar wat er precies gaat gebeuren. Wat gaat er hier gebeuren? We zijn al gestart. Onlangs is er gestart met het drukken van de damwanden, zoals je eigenlijk kan zien op de achtergrond. We zijn van de week gestart met het schroeven van de palen. Dus niet het heien, maar het schroeven in verband met trilling. En hier komt straks over, inmiddels al ruim anderhalf jaar, komt hier een schitterend complex. Wat bestaat eigenlijk uit een supermarkt met daaronder een parkeergarage. Die parkeergarage is voor de medewerkers van de supermarkt en voor de bewoners. Want boven de supermarkt komen twee woonlagen en binnen die twee woonlagen, daar zitten 12 appartementen. Maar voordat het zover is, moet de bouw natuurlijk wel officieel gestart worden. Hiervoor was wethouder Ates uitgenodigd. Zij draaide symbolisch de eerste paal in de grond. Mevrouw Ates, was het zwaar werk? Het was ontiegelijk zwaar werk. Maar het was toch eigenlijk wel een lichte bevalling na het vele werk van de afgelopen jaren. Ja, want het heeft, vanuit de jaren 90 is dit project opgestart. En nu eindelijk gaat de supermarkt komen. Ja, nu gaat de supermarkt komen. De mogelijkheid ook voor de kleine winkeliers om zich vlakbij de nieuwe supermarkt te gaan vestigen. Het gaat echt allemaal gebeuren. In deze lastige tijd is dat een hele belangrijke stap. Het is een belangrijk project voor Zoeterwoude, want hiermee krijgt de Dorpsstraat een nieuwe aanblik. Dat klopt. Het is echt midden in de dorpskern van Zoeterwoude. Dus het is natuurlijk, voor Zoeterwoude is het een heel bekende plek. En de supermarkt van de C1000 supermarkt, eigenlijk zoals je het kan omschrijven, die is op dit moment aanwezig, maar die is eigenlijk te klein voor de gemeente. Dus iedereen kent de supermarkt, iedereen doet hier zijn boodschappen. Maar men heeft al jaren de wens dat mensen hier graag een grotere supermarkt zouden willen. Ja, het gebeurt hier nu in de dorpskern. Is het belangrijk dat zoiets gebeurt? Ja, je zei het net al, van in de jaren 90 zijn we begonnen met onderzoek van is er wel behoefte echt aan een grotere supermarkt. En ja, die behoefte is er. Men wil toch graag dat ouderen met name ook langer thuis kunnen blijven wonen. Dan heb je wel nodig dat ze op loopafstand naar de winkels kunnen. We willen graag dat gezinnen hier ook dicht bij huis hun boodschappen kunnen doen. En zeker hun meest belangrijke boodschappen die je dagelijks nodig hebt. Nou ja, dat kunnen we hiermee realiseren en dat is fantastisch. Net het bord onthuld van de Zoeterhof. Kijkt u er al naar uit om hier te gaan wonen? Ja, daar kijken we al 4 jaar naar uit. Dus het zal van ons niet snel genoeg gebeuren dat we dus hier kunnen gaan wonen. Wat verwacht u er nu van als u hier zo meteen in zit? Om heerlijk eens in een knus dorpje te wonen en lekker tussen de mensen. Boven de supermarkt, makkelijker kan het niet. Dus het lijkt me geweldig. Wat kan een mens meer willen? Helemaal niets. Prima zo.